Welkom bij de videoserie Blinde Sporters Begeleiden. In deze video behandelen we een aantal aanpassingen waardoor blinde sporters kunnen deelnemen aan atletiekvormen. De motorische ontwikkeling van de blinde sporter loopt niet altijd parallel met die van de goedziende leeftijdsgenootjes. Houd er dus rekening mee dat het lichaamsplan, lichaamsbesef en lichaamsidee minder goed ontwikkeld kunnen zijn. Met het lichaamsplan worden alle onbewuste motorische vaardigheden bedoeld. Bijvoorbeeld het lopen van hier naar daar, daar denk je niet over na. Het lichaamsbesef gaat over alle bewuste handelingen die je doet. Dus dat je weet waar je ledematen zich bevinden tijdens een activiteit. Het lichaamsidee gaat over de beleving van de eigen mogelijkheden en grenzen. Kijk of de bewegingsopdracht bij de mogelijkheden van de sporter past. Vaak kiezen we gelijk voor de eindvorm. Kijk eerst uit welke deelbewegingen die complexe vorm bestaat en oefen die dan apart. Verbind ze dan later aan elkaar. De beginsituatie is als volgt. Alle sporters die deelnemen aan deze activiteit zijn ernstig visueel beperkt. Twee sporters hebben nog een kleine restvisus, de anderen zijn volledig blind. We nemen kogelstoten als voorbeeld voor het domein atletiek. Het doel van deze video is om te laten zien dat je complexe bewegingsopdrachten toch kunt aanleren door ze eerst in kleine deelbewegingen aan te bieden. De techniek van het kogelstoten. Geef vooraf aan welke materialen klaarstaan en wat het doel van de les is. Zet de leerlingen op hun plaats en geef aan dat ze voor de gidslijn moeten blijven. We gebruiken hier turnmatten als gidslijn. We oefenen het stoten met behulp van een elastiek en eventueel een tennisbal of een andere kleine bal. Vervolgens gaan we stoten met kogels en laat ik ze eerst voelen hoe ze de kogel vast moeten pakken. Ik heb iedereen gevraagd of ik hem of haar aan mag raken. Ik hoef dat dus niet telkens te vragen. Ik gebruik hockeybalken zodat de leerlingen hun eigen kogel makkelijk terug kunnen vinden en er geen gevaar ontstaat tijdens het kogelstoten. Ik laat ze voelen waar de hockeybalken precies liggen en waar de kogel teruggerold wordt. Ik heb een gidslijn op de banken aangebracht, zodat de sporter beter zijn balans kan bewaren en precies weet waar de afzetlijn is. Wat betreft de veiligheid, spreek een duidelijk stopteken af. Ze kunnen namelijk niet zien wie er aan het stoten is. De sporter mag alleen stoten als zijn naam genoemd wordt. Niemand stapt over de mat heen en we pakken de kogels tegelijkertijd op. Met behulp van de gidslijn en de turnbanken gaan we de balans op het achterste been brengen, zodat ze meer vaart in de stoot kunnen leggen. De volgende stap is om de aansluitpas te oefenen. Ook dit doen we weer even apart, dus zonder de kogel. Wat vaak helpt, is om eerst de oefening langzaam te laten doen. Vervolgens bouw je tempo op. Zorg steeds dat de sporters in de juiste houding staan en begeleid ze zo nodig manueel. Je kunt de leerling ook bij jezelf laten voelen hoe die precies moet gaan staan. Om de juiste richting aan te geven, kun je bijvoorbeeld de klok gebruiken, het aantal graden gebruiken of bijvoorbeeld de sporter aan te roepen of in je handen te klappen. Om de leerlingen te motiveren, kun je elke keer de afstanden doorgeven. Zo weten ze of ze progressie boeken. Voor de organisatie, geef van tevoren aan hoe de ruimte is ingedeeld. Leg uit waar het materiaal staat en laat geen onnodig materiaal rondslingeren. Maak gebruik van gidslijnen en oriëntatiepunten en organiseer het zo dat de sporter zo zelfstandig mogelijk mee kan doen. In het coachen, begeleiden en differentiëren moet je erop letten dat je van tevoren afspreekt of je de sporter mag aanraken. Spreek af wanneer iemand mag stoten, werpen of springen en overleg hoe het materiaal weer terugkomt. Geef korte en duidelijke commando's. Atletiekvormen zijn complexe bewegingen. Ze vragen veel van het lichaamsplan, lichaamsidee en lichaamsbesef. Ontleed daarom de eindvorm in deelbewegingen en train ze apart. Neem de tijd om de deelbewegingen in te slijpen. Laat de opdracht eerst langzaam uitvoeren en voer daarna pas het tempo op. Een sporter die blind is, kan niet alle sporten beoefenen. Maar atletiek en heel veel andere individuele sporten bieden echt volop kansen. Dit was het voor de serie Blinde Sporters Begeleiden. Er is ook een serie over slechtziende sporters begeleiden. Deze vind je op het YouTube-kanaal van de Koninklijke Visio. Bedankt voor het kijken.